Hij maakt lawaai, dus het is goed. Ja. Goed. Nou, ik ben al geïntroduceerd. Ik ben Frans van Bork. En ik geef naar de volgende print. Daar ben ik nu. Ik ben redacteur van het blad Heemtijdingen. Dat wordt eens in de 4 maanden uitgegeven. En vorig jaar hebben we een extra jubileumnummer uitgegeven. Dat is dit nummer, dat heb ik geschreven, De Grote Ontginning. Dat kon niet in de normale editie worden meegenomen, omdat het veel te groot was. Dus we hebben een extra nummer gemaakt. En Gerda zei het al, ik was lid van het Hoogheemraadschap, de Stichtse Rijnlanden. Want na de verkiezingen ben ik niet teruggekomen. Dat was uit eigen vrije keus. De democratie heeft toch gezorgd dat mijn partij nog een zeteltje erbij kreeg. Wat ik zei, ik ben schrijver van dit boek. Ik doe nog een heleboel andere dingen. Ik kom uit Woerden. En daar heb ik het druk met al dit soort activiteiten. We gaan beginnen. Even een tas opzij zetten. U ziet hier links een schilderij van Anton Mauve. En dat beeld uit een moeras. Een sompig moeras ergens hier in Holland of in Utrecht. Dat is niet helemaal duidelijk. En daarnaast ziet u de ideale ontginning Gerverskop. U moet zich voorstellen dat rond het jaar 1000 ongeveer het land hier tussen Holland en Utrecht zo heeft uitgezien. Een groot moeras met hier en daar wat opgroei en soms een veenbult. En men had op een gegeven moment bedacht, we moeten dat gaan ontginnen. En waarom dat zo is, dat kom ik straks allemaal te vertellen. Maar men wilde van dat sompige moeras naar zoiets komen. Dit is Gerverskop, wat ik zei. En dat is die ontginning zoals u die nu ziet, die was er in het jaar 1150 ook zo. Het is precies hetzelfde, alleen groeide er toen geen gras, maar tarwe. Mijn betoog is als volgt. Ik geef even kort een inleiding wat de achtergrond is van deze lezing. Dan ga ik u iets vertellen over wat is nou eigenlijk die grote ontginning. Wat zijn daar de achtergrond van, de oorzaken van. Dan ga ik er even kort doorheen over de chronologie van de grote ontginning. En na de pauze kom ik bij het hoofdstuk 5, Hollandse strijd om Utrecht. Want de graven van Holland hebben hier flink huisgehouden in deze regio. Even kijken, ik ga iets te snel. Wat was de aanleiding om dit onderzoek te gaan doen naar de grote ontginning? Vorig jaar vierde het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden dat er 900 jaar geleden hier voor het eerst sprake was van een vorm van waterbeheer. En dan moet u zich bij voorstellen dat er een lekdijk moest worden aangelegd, want de achterliggende gronden die liepen onder water door de lek. Maar ook bij waar ik woon in Woerden moesten er ook wat dijkjes worden aangelegd. En hoe kwam dat nou? Dat gebied, dat hele gebied, was ontgonnen. En door de ontginningen zakte het veen. En gingen de rivieren langzamerhand weer terug over het land stromen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, want daarvoor hadden ze het niet ontgonnen. Dus er moesten dijken komen. Dus voorafgaand aan dat waterbeheer, 900 jaar geleden, was dus die grote ontginning. En die grote ontginning heeft de noodzaak van waterbeheer hier ingevoerd. En wat was nou eigenlijk die grote ontginning? U ziet hier een kaart van Nederland, rond 800 na Christus. En u raadt het al, die grote bruine vlek, dat is veen. Ik zal het toch even kijken of ik dat kan aanwijzen. Dat is dit, dit, dit en dit. Allemaal veengronden, minstens 1/3, misschien wel de helft van Nederland was toen veen. En dit waren zandgronden. Daar groeide wel wat, maar niet veel. En hier hadden we de kweldergronden van Groningen en Friesland, waar de terpen waren. En hier wat eilandjes. En ja, Zeeland zag er toen ook niet zo uit. Dat waren ook wat kleine eilandjes. Met aanslipping van zeeklei en wat iets meer zijn. Maar hier ging het om. Men wilde gaan ontginnen. En op die zandgronden was niet veel te verdienen, want dat was zand. Daar zaten geen mineralen in. En het idee was dat dit misschien wel wat kon worden ontgonnen. Maar dat was dus drijfnat. En er waren ook veenbulten bij van 4 tot 5 meter hoog waar je niks op kon bouwen. Toch zijn ze begonnen. En geleerden hebben uitgerekend dat het per jaar zo'n 2000 hectare werd ontgonnen door heel Nederland in die veengebieden.
Kunt u dit een beetje zien, dat kaartje? Dit is het, ik zal het even aanwijzen. Dit is het werkgebied van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hier is Rhenen. Hier Nieuwegein-Houten. Schoonhoven, Bodegraven, Woerden. En uiteraard Leidsche Rijn hier, Utrecht. En dan gaan we zo nog even door naar Westbroek en zo. Dat is ongeveer het werkgebied van de Stichtse Rijnlanden. En ik zei dat er dus 2000 hectare per jaar werd ontgonnen in die periode in heel Nederland. Maar in dit gebied is dat zo'n 320 hectare per jaar geweest. Dat heb ik als volgt berekend. Het hele gebied van de Hoogheemraadschap bedraagt 83.000 hectare. En ongeveer 64.000 hectare zijn daarvan veengrond. En dat is ontgonnen in ongeveer 200 jaar. En dan kom je dus uit op 320 hectare per jaar. Hoort u mij goed, want ik hoor het een beetje zingen. Ik heb het geprobeerd, maar het gaat niet. Dan gaan we het eerst afkoppelen. Ik geef ik die terug. Eens kijken of dit wel werkt. Galmt die nou niet? Beter, maar de galm, heeft u wel gehoord wat ik allemaal heb verteld? Oh, dat wel, gelukkig, want anders begin ik gewoon weer opnieuw hoor. Dat is veel te belangrijk wat ik te melden heb. Dus ik was hier gebleven bij het werkgebied van de Stichtse Rijnlanden. En in dat gebied is dus in die tijd, de Stichtse Rijnlanden bestond natuurlijk toen nog niet. Dat waren allemaal mini-waterschappen toen hier de waterhuishouding werd geregeld. Maar u kunt misschien, oh, pardon, wel zien op deze kaart wat die ontginningen inhielden. U ziet hier allemaal slootjes lopen. En die ziet u hier ook, en hier ook, en hier ook, en hier ook. Dat was dus het kenmerk van de grote ontginning. Ze gingen overal sloten graven om dat veen af te wateren. En die structuur is nog steeds aanwezig. Voor die tijd, voordat die grote ontginning rond het jaar 1000 begon, waren er al kleine ontginningen rond de oude dorpen op de hoge gronden. Zoals bij Woerden en Harmelen en Vleuten. En ik zag net dat tijdschrift daar liggen en daar staan ook allerlei beschrijvingen in van vroonhoeven die hier hebben gelegen in Vleuten. Dat kwam omdat die op hoge gronden lagen. Die gingen niet in het veen zitten, want ze wisten niet hoe ze dat moesten ontginnen. Hetzelfde zag je in Werkhoven bij Kromme Rijn. En bij de Hollandse IJssel, die ontginningen waren allemaal rond de rivier, maar op de hoge gronden, op zandbulten. Zoals bij IJsselstein heb je ooit het dorpje gehad, Eiteren, er is nu een wijk naar genoemd. Dat was ook zo'n zandbultontginning. En hier ziet u dat nog een keer op de kaart vermeld. We zijn hier bij Dorenstad, dat was een vroege ontginning. Werkhoven was een vroege ontginning. Eiteren en uiteraard Vleuten, waar ik het net over had. En Woerden. En bij Vleuten heb je ook de Hoge Woerd. En dat zegt alles. Dat betekent gewoon dat er vlakbij het Rijn, bij de Oude Rijn, een heuvel lag of een duin waar je op kon boeren. Maar dat waren de vroege ontginningen van tot het jaar 1000. Ik zoom nog even in op de situatie bij Vleuten. Ik ben per slotverrekening hier te gast. Wat u hier ziet, al die stippeltjes als u dat kunt zien. Dat zijn zandkorreltjes, zal ik maar zeggen. Dat zijn dus die hoge gronden waar die boerderijen op werden gesticht. En die stippen zijn allemaal boerderijen. En dit is de Oude Rijn, zoals die toen kronkelde. En uiteindelijk aansloot in Harmelen. En hier zien we dus nu de Leidsche Rijn lopen. Maar u ziet, dit is allemaal veen, dit is allemaal veen. Ze gingen echt gezellig zitten op die zandgronden. En dan vanaf het jaar 1000 zien we dan de grootschalige ontginningen beginnen. Leenheren van de Duitse keizer, de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht, gingen aan de slag door gronden uit te geven aan ontginners. En dat heeft een viertal achtergronden, die grote ontginning, dat dat toen begon en niet eerder en niet later. In de eerste plaats moesten de Noormannen maar eens vertrekken. Want die maakten het gebied erg onveilig, dus niemand had veel ambitie om wat te gaan beginnen. En daarmee in combinatie
moest de bevolking worden gevoed. De bevolking was enorm toegenomen. Ik kom daar straks wat uitvoeriger op terug. Je moest ook mensen hebben die wisten hoe je een veen moest ontginnen. Die waren er niet altijd, maar die kwamen in ene bovendrijven. En een derde factor, en dat is de invoering van een feodaal leenstelsel, dat ga ik straks even uitleggen. En dan hebben we nog de geopolitieke verhoudingen van de graaf en de bisschop. De bevolking groeide in deze contrij in Nederland van 100.000 mensen in 850 na Christus naar ongeveer 800.000 in 1250. Al dus Blijdenstein, die een groot boek heeft geschreven over de tastbare tijd van de provincie Utrecht. Want er zijn ook andere schattingen die komen uit op 2,5 miljoen. Maar het gaat vooral om die enorme groei die op deze manier zichtbaar is geworden. Er was dus meer voedsel nodig. Er was dus meer landbouwgrond nodig. En er waren nieuwe technieken nodig om de bestaande landbouwgronden meer opbrengst te laten maken. En een van die technieken was de invoering van de keerploeg. Dat is, pardon, oh, ik ga veel te ver. Jeetje, wat is dit allemaal? U ziet hier een span met ossen, vier ossen. Die trekken een ploeg. De boer drijft ze voort en de knecht houdt hem vast. En u ziet hier een stok aan die ploeg en die scheurt de grond open. En dit is de keerploeg, die draait de grond om, een kwartslag om, waardoor die grond vruchtbaarder werd. En daardoor kon die grond meer opbrengen dan alleen maar met die simpele stokploeg. Dat was één. Een tweede techniek was het invoeren van een drieslagstelsel. In plaats van, je moest vroeger, mocht je een land maar eens in de twee jaar bewerken. En door het drieslagstelsel kon dat veel vaker gebeuren. Dus dat was een factor die meespeelde. Even kijken. Beschikbaarheid van deskundigen. Niemand wist zo goed hier in deze contrée hoe je nou dat veen moest ontginnen. Maar er waren West-Friezen die ervaring hadden opgedaan rond Medemblik in Noord-Holland. En die wisten wel hoe je zo'n polder moest maken. Kanalen graven, afvoer enzovoort enzovoort. En langzamerhand waren ze daar uitgewerkt in Noord-Holland bij Medemblik. En zachten ze af naar Holland, Zuid-Holland en Utrecht. En dat was precies op het moment dat ze ook nodig waren. En dat was ook de bisschop van Bremen. Let op, Bremen, we zijn in Bremen nu. Ook niet ontgaan. En die vroeg priester Hendrik, deze meneer, om bij hem ook te komen helpen in Bremen en Hamburg, om die prachtige techniek van veenontginningen daar in te voeren. Hij is toen in 1113 met een ploegje mensen daar naartoe gegaan en heeft ze daar geleerd. Dus het zegt iets over de techniek. Het waren deskundige mensen, ze waren opgevallen en daarom waren ze hier welkom, maar ook in het buitenland. Een vergelijkbaar beeld van deze priester, deze staat in Rijnsaterwoude bij Alphen aan de Rijn. Een vergelijkbaar beeld staat ergens in een dorpje in de buurt van Hamburg. Maar het gaat me even om dat er dus mensen zijn die zo deskundig waren dat ze, ja, wat we tegenwoordig een brain drain noemen, naar het buitenland werden gehaald. Een derde factor die van belang was, wie gaat er over het veen? Dat was de Duitse keizer. In 870 werd er een verdrag van Meersen gesloten, dat is een dorpje in Limburg, dat bestaat nog steeds. En daarin werd bepaald dat de Duitse keizer bevoegd gezag had over de noordelijke Nederlanden. Dus dit zijn de Nederlanden en hij had het hier voor het zeggen. En dat was van belang, want hij stelde namelijk leenmannen aan. Want die Duitse keizer, u zag het net, heeft een enorm grondgebied te beheren. En dat kon hij nooit alleen. Dus hij stelde overal graven en bisschoppen en hertogen aan. Van, willen jullie mij helpen? En in ruil daarvoor gaf hij dan gronden uit aan die leenmannen. Die leenmannen in Holland en Utrecht hadden het niet zo getroffen. Want die kregen namelijk gewoon een veenmoeras aangeboden. Daar moesten ze het maar mee doen. In andere streken kregen ze vruchtbare gronden aangeboden, die graven en bisschoppen. Maar hier moesten ze het maar doen met een veenpakket. En toen was toch natuurlijk de vraag, wat kan je daarmee gaan doen? En daar kwamen ze dus wel achter dat je dat kon ontginnen. En wilde dat wat opbrengen, dan moest je natuurlijk als leenman zo snel mogelijk daarmee gaan beginnen. Want je laat het niet duizenden jaren braak liggen, want dan heb je er niks aan. Want je moet uit die ontginningen moet je inkomsten halen. En zodra die gronden waren ontgonnen, werden ze verpacht aan boeren en andere mensen. Dus het leenstelsel was voorwaarde dat die twee mannen, die bisschop en die graaf hier aan het werk gingen.
En die keizer heette koning keizer Otto. Otto de Eerste. U ziet hem hier op een mooi paard zitten. Dat beeld staat in het museum te Magdeburg. Er zijn lieden die betwisten of hij het is. Ik vind hem zo mooi. Hij is gewoon Otto de Eerste. Dat kan niet anders. Ja, natuurlijk. Gaat het zo beter, denk u? Oké. Okay. Nee, ik hoor het graag. U heeft wel meegekregen dat dit Otto de Eerste was, hè? Otto de Eerste. Oké. Okay. Goed. Die Otto de Eerste, die gaf 2 wildernisregalen uit, zo heet dat. De keizer had regalen, dat waren zijn... daar had hij beschikkingsmacht over. Een van de regalen was de vaarroutes op de Lek en de Rijn en zo. Daar ging hij over. Het uitvaardigen van tolrechten, daar ging hij ook over. En de uitgifte van wildernissen, die dus aan niemand toebehoren, was ook het prerogatief van de keizer. En dat stamde nog af uit het oude Romeinse recht. Wat niet des volks is, is van de keizer. Dat was de redenering. En de wildernissen waren niet van de keizer, van het volk, dus waren ze automatisch van de keizer. En hij deelde dat uit. En heeft hij aan de bisschop 2 van die regalen uitgedeeld. In 944 het Gouden Lek en IJssel. En dat is dus de Lopikke Waard, Krimpende Waard, Alblasse Waard. En dat land ten noorden van de Hollandse IJssel. En in 953 deelde hij nog het wildernisregaal uit bewesten en beoosten de Vecht. Dus de bisschop had een heel groot gebied op die manier in handen gekregen. Maar nou komt het, de opvolger van Otto de Eerste, en dat was Otto de Tweede, die gaf het aan de graaf. En dat was een inbreuk op wat Otto de Eerste had bedacht, want Otto de Eerste hield niet van graven, want graven hebben de neiging om nageslacht te maken en die wilden die gronden houden enzovoort enzovoort. En dat wilde de keizer absoluut niet. En een bisschop is dan handig, want als die doodgaat, dan kan je opnieuw een nieuwe meneer neerzetten. En heb je niks te maken met opvolgingsrecht of wat dan ook. Maar Otto de Tweede had daar maling aan en die gaf de graaf van Holland in 985 een wildernisregaal. En dat is de bron van al het kwaad, want sindsdien hebben we ruzie tussen Holland en Utrecht. Waarom deed die graaf, deed de keizer dat? Die graaf van Holland, die heeft flinke diensten bewezen aan het keizerrijk van de Duitse keizer, want de Noormannen hielden hier goed huis en hij wist elke keer weer die Noormannen te verdrijven. Dus Otto II heeft waarschijnlijk het idee gehad, ik moet die goede man belonen, dus ik geef hem een fijn wildernisregaal, dan kan hij ook weer verder. Dan hebben we een vierde factor die als een soort drijfveer van die grote ontginning kan worden benoemd. Ik heb dat maar genoemd in de moderne termen, een geopolitieke verhouding van graaf en bisschop. Wat was er aan de hand? De grenzen tussen Holland en Utrecht waren vaag. Het was een grote wildernis. Er waren geen kaarten waarop je kon zeggen dat is van mij en dat is van jou. Er waren wat aanduidingen als langs de Hollandse IJssel of langs de Mei of langs de Oude Rijn, maar dan hield het wel mee op. De graaf van Holland, die kreeg ook die fijne wildernisregaal, maar hij kon er maar één kant mee op en dat was naar het oosten, dus richting bisschop. Want aan de andere kant lag de Noordzee, daar viel weinig te ontginnen voor hem. Dus die ging vrolijk naar het oosten kijken en dat kreeg de bisschop door. En toen dacht de bisschop ook, ik moet in ieder geval in het westen beginnen met mijn ontginning, want als ik het heb ontgonnen, dan staat het vast en is het voor mij. Die politiek van de bisschop heeft niet helemaal geholpen. Want Holland heeft in maar liefst 13 oorlogen heel veel grond afgepikt van het bisdom Utrecht. En daarnaast heeft hij ook met allerlei bestuurlijke acties veel grond verworven in het Utrechtse deel. En dat zal ik u op de volgende kaart laten zien. U ziet hier Holland rond het jaar 1000. Nou, dat is een strook met wat eilanden, Zuid-Hollandse eilanden noemen we dat. In Kennemerland had hij niks te zoeken. In 1100 wordt dat al wat groter. En zo dijkt dat steeds verder uit, tot we in 1400 zijn. En dan ziet u dat hij heel Noord-Holland heeft, heel Zeeland. En hij heeft inmiddels de Alblasse Waard, die toebehoorde aan de bisschop.
ingepikt. De krimpende waard die ook aan de bisschop toebehoorde heeft ingepikt. En u ziet hier die slurfjes lopen. Dat zijn allemaal landerijen die hij heeft verworven door veroveringstochten langs de Hollandse IJssel en de Oude Rijn. Maar u ziet het dus enorm is dat gegroeid. Ik ga daar straks na de pauze uitvoeriger op in hoe hij dat heeft gedaan. Want dat was niet alleen oorlog, maar ook sluwe bestuurlijke acties. We zijn nu toe aan de chronologie van de grote ontginning. Wat u hier ziet, alles wat groen is, lichtgroen bedoel ik, dat zijn allemaal veenontginningen. Dus u ziet dat die provincie Utrecht heeft wel een mooie heuvelrugroute, maar de bulk van deze provincie bestaat gewoon uit veen. Of veen op zand, of zand. Het is hier allemaal venig. En hoe is dat in zijn werk gegaan? Ik moet even naar mijn knopje kijken. Oh, sorry. Ik heb dit geel omkaderd. Het is wat ruw. Dit is het gebied van de Lopikse Waard en Benschop. Daar zijn eigenlijk de eerste vroege ontginningen te vinden die de bisschop heeft laten antemeren door de kapittels van de verschillende kerken in Utrecht. En u ziet dat hier die lijn ophoudt, maar oorspronkelijk, de kaart is niet groter, maar liep het door tot Koudekerk aan de IJssel. Dus het was een enorm gebied wat hier heel snel werd ontgonnen door de vassallen van de bisschop. En het is ergens tussen 1000 en 1200. Het rode gedeelte, dat is daarna gekomen, of laten we zeggen in de tijd bijna parallel, maar toch iets later. En dit zijn de echte late ontginningen. Dit begon pas in 1122 en deze liepen door tot het jaar 1600. Dus het accent in ontginningsbeleid zat echt aan de westkant voor de bisschop. Daar gaan we daar naartoe. Hoe ga je zo'n land ontginnen? Nou, op die hoge zandgronden van Vleuten, Harmelen en Woerden en Werkhoven kom je vooral blokontginningen tegen. Dat zijn gewoon blokjes, wat vierkant, wat rond, niet specifiek te definiëren. Dat had te maken met hoe een hoogteverschil liep in een land. Maar na 1000 zie je dus echt een systematische aanpak. En dat begon eerst met opstrek, dat is dit. Je geeft een boer een stuk land en je zegt maar, je mag tot aan de horizon ontginnen. Dat is gebeurd. Dat is bij Maarseveen, kunt u dat zien. Bij Tienhoven en Westbroek. Die zijn allemaal volgens dat opstrekbeginsel ontgonnen. En dat duurde een eeuwige tijd, want die boer die ging ontginnen totdat hij weer genoeg had. Dus vandaar dat die ontginningen aan de oostkant van de Vecht tot 1600 doorliepen. Maar de bisschop had een nieuw ding uitgevonden en dat is de kopenontginning. En die tref je vooral aan in het westen van de Wester de Vecht. En daar gaan we dadelijk wat meer over vertellen. Dan ga ik eens even kijken. U ziet hier een kaart. Daar heeft een meneer in een groot boek heeft deze kaart met de hand gemaakt. En wat u hier ziet, dat zijn allemaal kopen. Rechthoekige polders, rechthoekige kavels van ongeveer 1250 meter diep en 100 meter breed. Dat was de standaard ontginning voor een boerderij. En dat komt u overal in het westen van Utrecht tegen. Hier, dit is de Lopikse Waard. En hier ziet u dat, even kijken, hier zitten we bij Rijerskop. Hier ziet het ook, hè, dat is, je ziet hem gewoon voortplanten. Hij zit hier en dan gaat hij daardoor. Hier ook heel veel, bij Maarsebroek en bij Tekop en noem het allemaal maar op. En aan de westkant, dat is dus het graafschap Holland, is die techniek veel minder ontwikkeld. Dat is niet helemaal duidelijk wat daar de redenen voor zijn. Het kan ook zijn dat die gewoon verdwenen zijn. Want wat er gebeurd is in Holland, is dat ze heel veel van die oude veengebieden hebben ze ontturfd. Er zijn dus heel veel plassen ontstaan, waardoor je de oude middeleeuwse structuur al lang niet meer ziet. En dat was hier in ons gebied niet. Even kijken. Want het veen wat hier tevoorschijn kwam, was niet bruikbaar als brandstof. Er zat veel te veel zand en klei in. Vandaar dat deze structuren nog, deze middeleeuwse structuren, nog steeds bestaan. En dan moet ik even kijken waar ik dat plaatje. Nee, gaan we nog even terug.
Want ik wil even hierop wijzen. Kijk, wat was nou het geheim van deze ontginningstechniek? In plaats van langgerekt gaan ontginnen bij Westbroek, had je afgesproken 1250 meter diep mag je ontginnen. En aan het eind van die ontginning leggen we een achterkade neer. En het mooie van die achterkade was dat je daarmee ook meteen aan de volgende ontginning kon beginnen. Hier, dit werd ontgonnen. En omdat die kade er lag, kon je gelijk hiermee verder. En dat betekende een enorme versnelling van de ontginning. En dat verklaart dus ook waarom hier in ongeveer 200 jaar tijd dat gebied grotendeels is ontgonnen. Dat zie je hier dus ook terug. Ze begonnen vanaf de Leidse Rijn. En dan legden ze die achterkade neer. En dan konden ze zo door. Maswijk, dat is hier, hè? Maar hier. Dus dat was het geheim van die... Ja? Ja, het is misschien een domme vraag, maar wat is nou echt ontginnen in dit geval? Zo van het omzetten, neem ik aan, van moeras in bewerk. Maar wat doe je dan? Ik vind het helemaal geen domme vraag. Sterker nog, ik ben even vergeten aan het begin te vertellen wat een ontginning eigenlijk is. Wat doe je eigenlijk met een ontginning? Je wil landbouwgrond hebben. En je treft een veenbult aan of je treft een bos aan. Hè. In Duitsland en in Limburg werden veel bossen ontgonnen, gerooid. Dus vandaar dat je een termen tegenkomt of kerkraden en hertogenraad. Dat duidt allemaal op rooien. Wilde je landbouwgrond hebben, dan moest er iets gebeuren. Je ging of bomen kappen of je ging zorgen dat veen en dat water verdween. En daarvoor moest je greppels graven. Elke 100 meter moest er een greppel komen die het water van het hoge veen, het waren veenbulten van soms wel 4 meter hoog, die moesten afvloeien dat water, want anders kreeg je het niet droog. Dus om de 100 meter werd er een sloot gegraven van ongeveer 1200 meter diep. En aan het eind van die ontginning legde hij daar een kade neer om te voorkomen dat het water van die achterliggende veengebieden niet weer opnieuw jouw land instroomde. En wat ik zei, het gaf ook meteen de mogelijkheid om dat land weer aan te pakken. Maar ontginnen is dus echt zorgen dat het land droog valt en bruikbaar is voor landbouw. Is dat... Oké. Ik had dat veel eerder moeten vertellen, sorry. Dus jij 1200 meter diep graven, dat is meer dan een kilometer. Ja, meer dan een kilometer lang. Al die sloten zijn meer dan een kilometer lang. Ja, nee, diep. Oh, nee, ja. Sorry. Ja, dat kan ook nog, maar dan kom je bij Australië uit. Ja. Nee, 1200 meter. Ja, hoe zeg je dat nou? Lang 1200 meter. Ik ga hier nog even wat vertellen over wat nou een kopen is. Want u moet niet denken dat u dan iets kon kopen, zoals wij dat denken. Het was gewoon een middeleeuws recht dat jou het recht gaf om tegen betaling van... Een klein erfpachtbedrag, het recht kreeg om een boerderij te exploiteren die 16 morgen groot is. En u moet daarbij voorstellen dat een 16 morgen ongeveer 14 hectare is in hedendaagse termen. Voor hedendaagse termen zijn het ook kleine boerderijen, want een boerderij van tegenwoordig telt al gauw 70 hectare. Maar voor die tijd was dat een levensvatbare boerderij. Er hoefde maar een gezin van te leven en er moest wat overproductie zijn om te verkopen in de stad Utrecht. En dat had mooie namen. Waarom heette het morgen namelijk? In één morgen tijd kon een boer in die tijd een stuk land omploegen. Als hij 16 morgen had, dan moest hij de 16 ochtenden werken om het omgeploegd te krijgen. Dit is overigens de achterkade van de polder Gerverskop. Maar dat loopt nu een fietspad overheen en hier ligt de polder Gerverskop en aan deze kant ligt die andere polder die uitkomt bij Tekop. Ik weet niet of u dat bekend bent, maar anders moet u dan maar gaan fietsen een keer. Maar dat is dus vanuit Gerverskop, vanuit Gerverskop gezien is dit de achterkade. Heet dat de Hollandse kade? Dat heet de Hollandse kade, precies ja. Dat zegt ook wel iets, hè, tot hoe ver Holland kwam, hè. En we hebben er heel wat hoor in deze kontrijen met Hollandse kaden. Er zijn heel veel Hollandse. Heel veel. Ook bij Harmelen en bij. Bij de Meijer, dat precies, die zocht ik. Nou, kijk, zo, ja.
Ik kan hier nog veel meer van vertellen, maar kijk, tot Koude Kerk toe hè, liep het. Hè, tot, hier ligt ergens IJsselmonde en hier ergens Koude Kerk. Tot daar liep die ontginning. En dit is uiteindelijk een begrenzing van de provincie Utrecht, want wat u hier ziet, dat zijn de Vliestpolders. En die vallen onder Zuid-Holland. Maar dat was in die tijd allemaal bisschoppelijke grond. Dus er is heel wat van hem afgepakt. En de Lopikke Waard, deze, en Benschop en Polsbroek zijn ontgonnen tussen 1025 en 1155. Want dit waren de oudste ontginningen. Ze zijn vanuit de Vliest begonnen. Ja, ze begonnen altijd vanuit de rivier. En dat is ook wel grappig. Deze verkaveling loopt, laten we zeggen zo, noord-zuid. En deze verkaveling loopt oost-west. En dan zien we hier. Inmiddels heeft de provincie Utrecht dit erbij gekregen. Even kijken wat mijn pijltje. Dit was vroeger natuurlijk ook Holland, maar tegenwoordig hoort dat bij de provincie Utrecht. En dan zie je diezelfde verkavelingsstructuren. Deze zijn van latere datum, maar het kaartje is nu eenmaal zo. Ja? U bedoelt dit? Dit is de Oude Rijn. Dit is de Lek. Dit is de Lek. En hier loopt, ja, je kan het bijna niet zien, maar hier loopt, op, wat verdikken we. Hier moet ergens, oh nee, hier loopt de Kromme Rijn. En die gaat dan naar Utrecht toe. En dan, nou ja, zeg. Is het een beetje, is, ja? U bedoelt het vorige kaartje? We gaan even terug. U bedoelt, deze zijn ongeveer even lang hoor. Ja, nee, eigenlijk twee kaartjes terug. Oh. Twee kaartjes terug. Nog eentje terug. Ja, daar zijn ze volgens mij niet iedereen gekomen. Nou, oké, okay. Ja, nee, maar dat heeft u natuurlijk gelijk in. U ziet hier bijvoorbeeld. Dit is Langbroek. Dit is een rare taartpunt geworden. Omdat dit gebied al veel eerder was ontgonnen. En daar paste die kopersystematiek niet in. Dus we moesten het een beetje afbreken daar. En hier heeft de auteur waarschijnlijk wat gefantaseerd. Want het is wel heel aantrekkelijk. Dit is Kamerik. En deze kronkel, dat is de Grecht. En die kronkel die u hier ziet, dat is de Middenwetering. En hij nou heeft de kaartenmaker gedacht dat dit wel ook een volmaakte koperontginning is. Maar het is dus niet zo, want dat moet ik wel meteen toegeven. Want het is nog steeds omstreden hoe dit gebied is ontgonnen. Is dat nou vanaf de Meijer gebeurd of vanaf de Kamerikse Wetering? Tegenwoordig zegt men vanaf de Kamerikse Wetering. En dan gaat het ideale plaatje van deze koperontginning verloren. Dat is jammer, maar voor plaatjes is het nu nog wel mooi, hè? En ik moet erbij zeggen, er zijn ook wel kavels. Die zijn niet 1250 meter diep, maar soms 2500 meter diep. Dat hangt er namelijk net vanaf waar je zit. En dat kan ik ook weer illustreren aan diezelfde kaart hier. Want ik ben hier vroeger schouwmeester geweest voor het waterschap. En dan begon je in de Kamerikse Wetering. En dan moest je dit helemaal uitlopen. Nou, hier liep je een ongeluk. Dat was 2,5 kilometer heen en 2,5 kilometer terug. En dat zo'n 7 dagen per week achter elkaar. Dat was wel leuk wandelen, dat wel. Oké, deze hadden we ook gehad. Deze hadden we ook gehad. Even kijken, waar waren we hier gebleven? Dit gaat over de ontginning bij Noorden, de Hollandse IJssel. Ik zal hem even aanwijzen. Dat is deze, de Oude Waterstudie hier in Montfoort. En dan hebben we, dat staat er nog net op, maar u moet van mij aannemen dat het de Hollandse IJssel. En dit is Houten en Nieuwegein, of IJsselsteen. En hier ziet u dus die mooie ontginning hier bij Vleuten, langs de Leidse Rijn. En die dupliceert zich hier, en die dupliceert zich hier nog een keer, steeds op een afstand van 1250 meter. Dus je hebt hier repeterend landschap.
We hebben er ook in de Lopikerwaard een paar fraaie voorbeelden van. Als men eenmaal zo'n sloot had aangelegd, zo'n achterkader, ging men vanuit die kader weer verder kijken hoe ver moeten we nu gaan. Dus ze moesten ook goede landmeters hebben in die tijd. En dan zou je denken, dat zal wel meevallen, maar je hebt een stuk touw en meet je het uit. Maar je moet het wel uitmeten, stuk voor stuk. Er zijn toen ook heel wat kilometers gemaakt. En dan krijgen we, dit is wel een hele interessante, want dan komen we helemaal dicht bij huis. Dit zijn de ontginningen vanaf bevestigde vecht. En die zijn allemaal, die vallen onder het malle wildernisregaal van 953. Maar het is eigenlijk toch pas vrij laat echt tot ontwikkeling gekomen. Er waren al wat ontginningen rond het jaar 1000. Maar pas in 1085 ging de bisschop kapitels inschakelen. Dat waren, zeg maar, dat waren de projectontwikkelaars van de bisschop. Die konden kennelijk goed omgaan met onroerend goed of wat dan ook. Het waren meestal mensen van adellijke afkomst, dus die wisten wel wat je moest doen. En die gingen dat hier allemaal in ontwikkeling brengen. En huurden pachters in om dat ook aan te pakken. En dan krijg je die prachtige tijd. De oudste ontginning is overigens tussen Oukoop en Maarsen. Dat zit hier, dat is Oukoop. Dat is de eerste ontginning vanuit de vecht gezien. En dan zo Otterspoorbroek, Klein Oud A en zo gaan we door. En toen die eenmaal klaar waren, toen kwamen die ontginningen met die prachtige namen. Van Spengen en Portengen en allemaal die mooie fantasienamen. En ik heb mij afgevraagd wie zou dat hebben bedacht. Want die namen, ja, zo'n kapittel gaf dat uit. Dus die heeft waarschijnlijk mooie namen bedacht. Want diezelfde naam, mooie namen kom je ook tegen bij Culemborg. En daar was ook een kapittel actief. Dus daar kom je nog veel mooiere namen tegen, zoals Bulgarije en Parijs. Hier moeten we het doen met, wat zeg ik, Portengen en Kortrijk. Het is allemaal wat. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En dat geldt voor Kamerik ook. Dat is natuurlijk naar Cambrai genoemd. Maar we hebben ook nog andere namen hier. Tekkop en Gerverskop. En die zijn genoemd naar de ontginnen zelf. He, dus als een meneer Taken of een meneer Gervers of een meneer Reijer, die dacht, ik ben ontginner, ik laat dat mooi naar mezelf noemen. En in die tijd zijn ook die polders aan de westkant van Woerden ontgonnen, dat heet de Mierlandse ontginningen. Daar is heel veel discussie nog steeds over wanneer die zijn aangepakt. Vast staat in ieder geval dat ze pas rond 1220 echt tot ontginning kwamen, maar daar kom ik straks ook nog op terug. Even kijken, we zijn nu weer bij Vleuten terechtgekomen. Om u even wijs te maken hoe het hier aan toe is. Blauw, dat zijn ontginningen van voor 1000. Rood zijn de ontginningen van 1050 tot 1150 ongeveer. Hè? En paars, dat is hier, dat is pas veel later, 1085. En geel zijn nog later, en die zijn rond 1200. En dan komt u ook prachtige namen tegen als Kattenbroek. Dat betekent gewoon vieze grond. Vieze, natte grond, broekgronden. Ik ben even kijken, wat moet ik daar nog van zeggen? Nou, dat komt allemaal nog. Oh ja, nee. Maar je hebt een rijdom door het oudste deel. Ja, ik zal even teruggaan naar die kaart. Die andere kaart, helemaal in het begin. Even kijken, waar hadden we hem? Oh, ik ben er al lang voorbij. Nee. Jeetje. Waar is die nou? Nee, ik ben er echt zo voorbij. Het is dat kaartje van Vleuten met die zandgronden. Heb ik dat al gehad? Hé, hey, wat zeg ik? Ik ben hem kwijt, maar hij is niet verdwenen. Even kijken hoor. Ja, hij zit helemaal vooraan, sorry. Ik zal u eerst vertellen hoe de Rijn nu loopt. Dit is de Leidse Rijn. En dan maakt hij die mooie bocht bij Harmelen en dan gaat hij door. En dit is de oude loop van de Oude Rijn. En daar moet ook wel ongeveer de Limes hebben gelopen. En hier ziet u Vleuten. En daar ging hij dwars doorheen.
En dan maakte hij allemaal rare bochten. En uiteindelijk takte hij weer aan op Harmelen. En deze oude Rijn, dat was natuurlijk een aantrekkelijke plek, want er waren hoge gronden, daar kon je veel vestigingen maken, dat zijn die stippen. Maar uiteindelijk verlandde die hele oude Rijn. En toen zijn ze dit kanaaltje, wat er toen al was, om die ontginningen bij Rijenskop mogelijk te maken, zijn ze gaan verbreden in 1385. En toen werd dat de route vanuit Utrecht naar Harmelen toe. En verlandde deze hele rivier. En er is eigenlijk niks meer van over. Bij de Hamtoren ziet u nog een stroompje lopen, of tenminste een licht. Is dat zo duidelijk? Wie stelde die vraag ook alweer? Duidelijk? Nou, we gaan nou weer een paar eeuwen vooruit. Deze hebben we ook gehad. 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 Ja, en nou zijn we het beroemde jaar 1122. Een beroemd of berucht jaar. Wat gebeurt daar? Bisschop Godebald vraagt aan de Duitse keizer, keizer Hendrik V, of hij de Kromme Rijn mag afdammen bij Wijk bij Duurstede. Dat heeft wat voeten in de aarde. Hij is een paar keer op reis geweest naar Aken, want daar zat de keizer toen. En uiteindelijk is de keizer op 14 mei 1122 naar Utrecht gekomen. En in dit paleis, Loven, daar in dit paleis, is de akte ondertekend dat de bisschop toestemming kreeg om die Kromme Rijn af te dammen. U kunt trouwens tegenwoordig naar Loven toe. Ik geloof ook dat de vereniging hier een excursie doet. Moet u echt meegaan. Het is echt heel leuk. Ik ben erin geweest toen het nog een half café was. Maar het is alleen maar mooier geworden. Maar wat gebeurde er toen? Dus Hendrik V had dat akte getekend. En de kooplui van Utrecht, die hoorden daarvan op. Want dat betekende namelijk dat de Kromme Rijn werd afgedamd. En zij hun vaart op Duitsland konden vergeten. Want er was geen verbinding meer. Dus er brak een opstand uit in de stad Utrecht. En dat leidde tot gevechten tussen de bisschoppelijke troepen en de keizerlijke troepen. Zodanig dat de keizer had besloten de bisschop maar even in te verbannen. Want dat was niet zo handig dat hij bij hem was. En hij heeft de bisschop nog wel gedwongen om een toezegging te doen dat de Vaartse Rijn zou worden gegraven. Als een nieuwe verbinding met de Lek. En dat hij daar geen tol op mocht heffen, want dat was hij eerst van plan om een tol te gaan heffen. Maar dat vonden natuurlijk de opstandelingen helemaal niet goed. Dus dat heeft hij moeten afzweren. En uiteindelijk is het resultaat van die hele opstand dat de Utrechtenaren kregen stadsrechten en een vrij verkeer zonder tolheffing op de Lek. Was een beetje dom van deze bisschop. Om dat zonder inspraak met de bewoners van Utrecht te doen. En de keizer heeft hem daar ook voor gestraft. Want hij ging in ballingschap. En pas door bemiddeling van de bisschop van Keulen mocht hij weer terugkomen. Maar toen had hij dus niet zoveel meer te vertellen. Want hij was een deel van zijn macht kwijt. Later maakt hij nog zo'n stomme fout, die bisschop. En daarom begrijp ik ook niet dat ze in Hoogkaterijnen een stuk van Hoogkaterijnen het Godenbaldkwartier hebben genoemd. Alsof dat een eer is voor die man. Die man was gewoon dom. Die heeft gewoon fouten gemaakt. Dat zou dan beter Hendrik de Vijfde kunnen noemen, dat kwartier. Maar dat hebben ze niet gedaan. Enfin. Hier zien we de Lek. Bij Wijk bij Duurstede. Die loopt hier. Dat is de Lek. Hier loopt mijn vrouw met twee kleine kinderen. Twee kleinkinderen. En dit is de dam waar het om ging. Die ligt er nog steeds. Die is 400 meter lang. En daarmee werd de Kromme Rijn afgedamd. Het is een enorme dijk. Hierachter ligt het kasteel van Wijk bij Duurstede. Dus dan weet u ongeveer waar u moet zoeken. En als u daar loopt, dan loopt u echt op historische gronden. En dit wordt wel gezien als het begin van het waterbeheer door in deze contreien. Er moest een dijk komen, wilde hier verder kunnen. En dan zien we dus die dam die ligt er inmiddels, hier bij Wijk bij Duurstede. En toen viel dus die Kromme Rijn half droog en kon dit gebied helemaal ontgonnen worden. En dat heet Langbroek, Driebergen en wat al. Alles wat groen is, dat is in die tijd ontgonnen.
En dat kon omdat die Kromme Rijn, die stroomde niet meer over. Want er kwam natuurlijk een enorme bak water elke keer naar binnen. Want ja, dit was eigenlijk, de Kromme Rijn was de hoofdtak van de Lek toen. En als je die afdamt, dan blijft er niet zoveel meer over. Maar daardoor konden ze dit ontginnen. En ja, veel later zijn er toen ook die kastelen allemaal gekomen. Dat waren de kastelen van de kapittelheren. Even kijken, waar zijn we nu? Volgens mij. Oh ja, ik moet nog even heel kort vertellen en dan hebben we pauze hoor. Als je zoveel polders maakt, moet je ze wel een naam geven, want anders raak je in de war. Er zijn verschillende soorten benamingen. Je kan het noemen naar de grootte van de polder, namelijk dat er 7 hoeven konden komen, of 8 hoeven, of 10 hoeven, of 50 hoeven. Je kon hem benoemen naar de stichter, taken, gerver, rijer, of de locatie. Ja, Westbroek, Oostbroek, dat spreekt voor zich. Lagebroek, laaggelegen. Maar ook naar grondsoort. Kattenbroek is een slechte grondsoort. Bij Woeren is dat. Maar je hebt ook bij Amersfoort Kattenbroek. Dat zijn gewoon slechte grondsoorten. Zurige gronden waar eigenlijk niks op wil groeien. Maar ook De Haar, het kasteel De Haar. Dat lag op een verhoging. Op een zanderige verhoging. En daar zijn ook wat poldertjes naar genoemd. En dan hebben we het prachtige fantasienamen. Ik heb ze net al genoemd. En dat vind ik de leukste, Papenkop. Want als je toch in Papenkop woont, in de kop van de paap, dat is toch wat merkwaardig. Maar dat heeft wel een mooie geschiedenis, want wat was er aan de hand? De parochie Waarder, dat daar ligt, had een pastoor en die haalde te weinig geld op in de zondagse collectebak. En dat had de bisschop ook wel door en die heeft toen verordeneerd dat er een ontginning zou worden gemaakt voor de pastoor. En de pastoor was een paap, dus het werd Papenkop. Oh, wat is dit nou? Ja, nee, wacht even hoor. Heel even. Dit heb ik u verteld, hè. Dit is Gerverskop. Het is nog steeds dezelfde verkaveling. En ik wil u op een paar details wijzen. Hier ziet u de horizon van Amsterdam. En hier ziet u een kromming. En dat is de polder Tekop. Dat was een restontginning. Dan konden ze alleen nog maar diagonaal ontginnen, niet meer met die mooie rechte sloten. En dit is dus de Hollandse Kade, die ik u op foto heb laten zien. En dit is Tekop, en dit hoort bij Tekop, en dan dat restdingetje. Maar het gaat maar door, hè, die sloten, het gaat eindeloos door. Hier ziet u ze ook weer. Allemaal uit de middeleeuwen. Nou, dit is het resultaat dat... Het is een prestatie van formaat geweest en ik blijf zeggen, dit is een monument van de eerste orde. We beseffen het niet allemaal, maar die hele middeleeuwse structuur van sloten en dijken is allemaal nog aanwezig. En natuurlijk zijn de stadsuitbreidingen en die zijn ook nodig. En de boeren moeten ook kunnen werken, maar de structuur is nog steeds hetzelfde. En dan zijn we nu toe aan de pauze.
Hoort u mij? U hoort mij nu weer? Oké, dan gaan we nu aan het tweede deel beginnen. Ik wil nog even wat kwijt. Ik heb van mijn lezing dit boekje wat ik heb gemaakt, dat heb ik ook bij me. Als u daar straks interesse in heeft om dat te kopen, dat kost €5. Deze zijn nog helemaal goed, maar ik heb helaas ook exemplaren waar water op is gekomen. Die gaan voor de helft van de prijs weg. Goed, we zijn nu misschien wel bij het meest interessante deel gekomen, want... Maar ik ben politicoloog van huis uit, dus dat scheelt. Dan heb je het over macht. Enfin, wat ik al had gezegd toen straks is, die graaf van Holland, die had een oogje op Utrecht. En er hebben maar liefst totaal 21 oorlogen gevoed tussen Holland en Utrecht, tussen 1018 en 1374. En 13 daarvan zijn er begonnen door de graaf van Holland. En op een gegeven moment is hij opgehouden met oorlogsvoering, want inmiddels had hij een of andere bestuurlijke trucendoos bedacht hoe hij nog meer macht kon krijgen. Dat ga ik u straks vertellen. Maar we beginnen met 1018. Daar woedt de slag bij Vlaardingen en de keizer en de bisschop verloren die slag. En dit schilderij hier, dat stamt uit de 19e eeuw en daarin vieren de Hollanders de overwinning op die vermaledijde keizer en bisschop. En hier worden de soldaten van die mannen vertrapt. En hij staat daar te zegevieren met de Hollandse leeuw op zijn borst en in het vaandel. En dat was een schilderij uit de 19e eeuw. Geschiedschrijvers uit Holland, die we nog steeds hebben, die doen nog steeds, die halen dit graag aan. Van kijk eens hoe stoer we waren. Maar wat was er nou aan de hand bij die slag van Vlaardingen? Want dat is wel het begin van een heleboel ellende. De graaf van Holland, Dirk III, die had een heel klein gebiedje. Dat heette Maasland en nog wat Kennemerland. En dat was het wel zo'n beetje. En hij had zijn oog laten vallen op de rivier waar de schepen vanaf Tiel naar de Noordzee voeren naar Engeland. En in Tiel was een tol. En toen had hij eigenmachtig een tol gevestigd in Vlaardingen. En dat mocht hij niet doen, want dat behoorde toe aan het keizerrecht. Alleen de keizer mocht een tol zetten. Dus die keizer had reden om boos te worden. De kooplui van Tiel waren natuurlijk woest. En toen hebben ze een leger samengesteld, de keizer en de bisschop. En ze dachten die Dirk de Derde wel even een kopje kleiner te kunnen maken. Maar het is dus niet gelukt. En die man die wist dus gewoon van, oh, ik kan mijn gang gaan hier in Holland, want ze zijn toch niet in staat om me te verslaan. De bisschop daarentegen dacht, wacht even, als hij zo makkelijk de zaak ons kan verslaan, dan moet ik een aantal forten in mijn gebied gaan bouwen. En dat deed hij rond Bodegraven. En er zijn 4 forten, die zal ik straks even laten zien. En die heeft hij gebouwd tussen 1018 en 1025, dus na die slag bij Vlaardingen. Maar de graaf trok zich nergens wat van aan en die heeft gewoon die 4 forten in 1025 ook weer met de grond gelijk gemaakt, zodat hij weer vrij spel had om op te rukken. U ziet dat hier, dat kaartje. Kijk, dit is dus Vlaardingen, daar vond die slag plaats. En hier ergens, hier is Tiel. En dan gingen die kooplui zo langs Dordrecht, Vlaardingen zo naar Engeland toe. En hier heeft dus die slag gevoed, dit is Maasland. En de bisschop dacht, ik ga hier maar een stelletje forten bouwen. U moet zich daar overigens niet te veel van voorstellen. Dat zijn waarschijnlijk houten palissades geweest waar een paar wachtmannen zaten. En die waarschijnlijk bij een oprukkend leger uit Holland dachten, nou moeten we wegwezen, want nou wordt het gevaarlijk. IJsselmonde, daar kom ik straks nog even op terug, want dat is ook heel bijzonder. Maar dit gebied wat u hier allemaal ziet, dat behoren allemaal toe aan de bisschop. En in 1025, we hebben dus de slag bij Vlaardingen in 1018 gehad. En in 1025 is de graaf van Holland al gevorderd tot aan Alphen aan de Rijn met zijn verovering. En dat was echt grensgebied, want daar hoorden die niet thuis. De strijd gaat voort en in 1064 komt er een keizerlijk decreet dat de graaf van Holland zich moet terugtrekken uit het Utrechtse tot aan Maasland toe. Ik ga weer even terug naar Maasland. Dat is dus dit. Dit gebied. Nou, dat deed die bisschop natuurlijk. Die graaf deed dat natuurlijk niet. En daarom liet de bisschop van Utrecht in IJsselmonde een groot fort bouwen. Even weer terug.
Maar IJsselmonde, dit is IJsselmonde. En dat lag, pardon, dat lag heel strategisch aan de Lek en aan de IJssel. Daarmee kon hij dus voorkomen dat de graaf van Holland de IJssel op ging varen of de Lek op ging varen. Het moet een enorm imposant kasteel zijn geweest, maar dat was voor de graaf van Holland geen probleem, want hij brandde het gewoon weer af in 1076. En dan zien we dus de situatie ontstaan dat langzamerhand Holland steeds meer oprukt. En de bisschop ziet zich genoodzaakt om in 1156 en 1163 twee grote kastelen te bouwen bij Woerden en Montfoort. Woerden aan de Oude Rijn en Montfoort aan de Hollandse IJssel. En het valt u waarschijnlijk op dat die kastelen heel dicht bij Utrecht liggen. Want tot hier reikte zijn grondgebied. Maar hij heeft waarschijnlijk gedacht, dit is mijn laatste buffer. Hier komen ze niet langs, dus hier moet ik iets hebben. Oh, jeetje, wat een enthousiasme. Maar inmiddels had in 1150 de graaf de Krimpende Waard zich toegeëigend, dat is dit gebied. Later ook nog de Albelasse Waard hier. En in 1160 is hij al ergens hier in de buurt, bij Swammerdam. Hé, jeetje, sorry hoor. Te enthousiast. Rond 1160 zit hij al hier. Dus je moet voorstellen dat die grens ongeveer toen zo liep. U ziet hier van die rare slurfjes. Daar kom ik straks op terug. Want dat waren de bestuurlijke grapjes van de graaf van Holland, hoe die daar aan is gekomen. Nou komen we bij de bestuurlijke acties van de graaf van Holland. Dus niet meer oorlog, maar andere maatregelen. Een van de beroemdste maatregelen is de aanleg van een dam bij Swammerdam om het Utrechts water tegen te houden. Je moet je voorstellen, al die polders in Utrecht die waterden uit op de Oude Rijn. En die Oude Rijn die waterde uiteindelijk uit bij Katwijk. Maar bij Katwijk verzandde de monding en liep Rijnland vanzelf vol met het water uit Utrecht. Dus daar had hij genoeg van, die graven, en die gooide dus een dam bij Swammerdam. Dit is Swammerdam en dit is de Oude Rijn. En op deze plek staat een heel klein monumentje voor keizer Barbarossa. En daar kom ik nu op, want die keizer Barbarossa, die zetelde toen in Nijmegen. En die heeft toen een verordening uitgevaardigd dat de graaf de dam moest opruimen. Dat deed die graaf helemaal niet. Die had zich al eerder laten kennen. Ik trek me nergens wat van aan. Uiteindelijk pas in 1202 is het tot een vergelijk gekomen. En in al die jaren liep het achterland bij Woerden steeds onder water. En de polders bij Mierland, waarvan ooit is gedacht dat die rond 1050 waren ontgonnen. Dat bleek helemaal niet het geval te zijn. Want dat was vanzelf weer een waterplas geworden. Want dat was niet de boeren daar, want dat stond onder water. Wat deed die keizer nou nog meer, of die graaf nog meer? Voor een grap had hij in portefeuille om macht uit te oefenen. In 1178 zet hij een familielid op de bisschoppelijke troon. Dat kon in die tijd. Je kocht een aantal kapittels om, want die deden de voordracht bij de paus van wie de bisschop moest worden. En de graaf van Holland had voldoende geld om die mannen en vrouwen, om te kopen. En zodoende kon er een familielid op de bisschoppelijke troon komen. Dat was makkelijk, want daar kon je zaken mee doen. Wat gebeurt er vervolgens? Om weer even die machtsuitbreiding te duiden. De bisschop van Utrecht heeft geldnood. Hij moet namelijk ten strijde trekken tegen een aantal mannen, leenmannen van hem, zoals meneer van Woerden en nog een paar van die knakkers die later Floris de Vijfde vermoorden. Die moest hij onder de duim houden, maar had geen geld om een leger uit te rusten. Toen heeft hij geld geleend van Floris de Vijfde, met als onderpand, hup, daar gaan we weer. De plaatsen die u hier ziet vermeld, Muiden, Weesp, Bijlmerbos, Oudewater, Woerden en Bodegraven. En de bisschop was niet in staat om die schuld die hij had af te lossen. En zo vielen dus deze gebieden vanzelf toe aan de graaf van Holland. En in 1306 ging bijvoorbeeld Woerden formeel over naar Holland. En Oudewater ging toen ook over. En de Bijlmer ging over. En Muiden ging over. En Weesp ging over. Muiden was vroeger een vestingstadje van de bisschop van Utrecht. Maar dat was hij dus kwijt.
Dus door dit soort maatregelen kreeg je nog meer grond in hun eigendom. En dan, dat zijn die rare slurfjes die u hier ziet. Dat is dus dankzij die onderpand bij hem terechtgekomen. Dit is ook dankzij dat onderpand terechtgekomen. Dit moet ook een onderpand zijn geweest. En hier in Muiderslot is allemaal in zijn handen gekomen, omdat die bisschop zijn schulden niet kon aflossen. Wat ik zei, dat is keizer Barbarossa. U kunt het vinden aan de Oude Rijn in Zwammerdam. Het is een schattig beeldje, maar het is wel heel klein. Een andere actie van diezelfde Floris de Vijfde was de afdamming van de Hollandse IJssel bij Klaphek. Dat zit in de buurt van IJsselstein, Nieuwegein. U ziet hier twee grenspalen. Dit is het Hoogheemraadschap Klaphek Bovendams. Oh, weer te veel. Ik ben veel te enthousiast. En dit is Klaphek, Hoogheemraadschap Klaphek Benedendams. Die dijk die u daar ziet lopen, dat is de afdammingsdijk van de Hollandse IJssel. Waarom was dat nodig, vond graaf Floris de Vijfde. De achterlanden van de Hollandse IJssel liepen voortdurend onder water, want de Hollandse IJssel was gewoon een volwaardige rivier die voortdurend zorgde dat de landerijen daar overstroomden, rond Montfoort, bij Oudewater. In Oudewater en omgeving konden een aantal polders niet ontgonnen worden, omdat die voortdurend onder water stonden. En pas met de afdamming van de Hollandse IJssel werd dat mogelijk. Waarom deed die Floris de Vijfde dat? Want dat was het grondgebied van de bisschop van Utrecht, hè? Even voor de goede orde. Die bisschop was niet in staat om tot een vergelijk te komen met zijn medebestuurders, de kapittelheren. Die hadden allerlei bedenkingen, want dat zou ten koste gaan van dit en ten koste gaan van dat. En toen heeft Floris de Vijfde gezegd, nou, het interesseert me niet, ik ga die dam erop gooien. En ik reken later wel af met de bisschop van Utrecht. En de bisschop moest toen nog 4000 florijnen of zo betalen. Maar dat deed hij gewoon eigen macht. Hij was zo machtig geworden, Floris de Vijfde. Daar kon geen bisschop tegenop. En dan hebben we nog een mooie actie van diezelfde graaf Willem III voor het Groot Waterschap. Inmiddels was de waternood zo hoog gestegen dat er toch echt beheer moest komen, echt waterbeheer. En er bestond al iets van een waterschap rond Woerden in rond 1250. En dat werd beklonken met een akte in 1332. En daarin schrijft Willem III dat de college van welgeboren heemraden het waterbeheer moeten voeren over het gebied tussen Hollands Woerden en de Utrechtse Merendijk. En dat is natuurlijk wel gek, hè? Want we hebben het hier over een grondgebied dat grotendeels onder de provincie Utrecht valt, het sticht van toen. Hè? En dan, die graaf die regelt dat gewoon, zonder raadpleging van de bisschop. Ook hier moet de schuld worden gezocht bij de bisschop zelf, want dat bleek gewoon ook weer een soort familielid te zijn van de graaf van Holland. Die is daar gewoon op de troon gezet als een soort zetbaas en 1317 was dat. En, nou, die heeft gewoon braaf graaf Willem III gevolgd. Maar die Willem III nam zelfs niet meer de moeite om nog een handtekening te vragen aan de bisschop. Hij deed dat gewoon zelf. Zoals Floris de Vijfde ook al het grote voorbeeld was. En dan zien we dus, en dan kom ik echt aan het eind, dit is het laatste plaatje. In de 15e eeuw, dus rond 1400... is het wel zo'n beetje gedaan met de Hollandse expansie richting Utrecht. Dit is dat gebied van Weesp en Muiden. En dit zijn die slurfjes waar ik het over had. Het was klaar. En in de 20e eeuw wordt Holland alsnog weggestuurd uit het Utrechtse grondgebied. Woerden komt weer terug in Utrecht in 1989. En het Groot Waterschap van Woerden, wat altijd een Hollands waterschap was, gaat over naar de Utrechtse Hoogheemraadschap, de Stichtse Rijnlanden. En dit was mijn verhaal. En nou mag u heel veel vragen stellen, en zo niet, ook goed. Ik hoop wel dat u een beetje heeft meegekregen wat er allemaal aan de hand was. Want dit is natuurlijk 200 jaar geschiedenis in een uur. Dus er worden met 7 mijls naast doorheen gelopen. Maar een van de mensen vroeg tijdens de pauze al aan mij van, ja, maar die ontginningen waren toch in het oosten begonnen.
Dit maakt dus duidelijk dat die ontginningen echt in het westen zijn begonnen. De oostelijke ontginningen in het Utrechtse zijn echt van latere datum. Die zijn pas na 1122 zo'n beetje begonnen. Ja, Paul, dank voor het leuke verhaal. Is er iets bekend over hoe die ontginningen nou concreet zijn? Wie zetten daar de schoppunten in de grond? Nee, daar zijn geen documenten van. Laten we daar even mee beginnen. Er zijn wel documenten van de kapittels, waarin staat dat zij het recht krijgen van de bisschop om het gebied te gaan beheren. Een beroemd kapittel, de proostij van de proostij die hier in heel veel gronden had. Ook is bekend wie de uiteindelijke rechten tot ontginningen gingen praktiseren. Dat waren de takers en de gerwers en de rijers. Maar wie zette nou die schop in de grond? Nou, daar zijn geen documenten van bekend. Maar het laat zich raden dat dat gewoon eenvoudige lieden waren. In die tijd, als boer had je niet veel te vertellen. In het beste geval was je een horige of een slaaf. En werkte je op die grote boerderijen van de heren. En waarschijnlijk zijn die boeren naar deze gebieden getrokken of gevraagd om te komen. Want het mooie daarvan was wel, als je je hier ging vestigen in die kontrijen, in die veenontginning, dan mocht je je een vrije boer noemen. Dan was je namelijk niet afhankelijk meer van een heer die jou als slaaf of als horige hield. Dus dat is in ieder geval een vernieuwing. En veel later zijn die zogenaamde vrije boeren ook eigenaar geworden van die gronden. Want die kapittels en al die anderen, die hadden gewoon geld nodig. Dus die gingen gewoon grond verkopen. Maar het document waarin staat wie dat waren, dat bestaat niet. Ik heb ook eens een keer geprobeerd uit te rekenen. Hoe lang doe je nou over zo'n ontginning? Ik heb dat toen aan de hand van voorbeelden uit de IJsselmeerponder en de Wieringermeer. Die Wieringermeer is met de hand en de schop ontgonnen met een paar machines. Daar zijn ze ook jaren mee bezig geweest. Maar het is een hele grote polder en er waren heel veel mensen. En dat kan niet anders dat er heel veel mensen aan het werk waren, want anders krijg je het niet ontgonnen. Maar kijk, een boer heeft een vrouw in die tijd en een paar kinderen. En die zullen wel successief die sloten hebben gegraven. Maar je moest sloten graven, je moest dus in de bagger. En dat ging echt met een schop. Ik heb thuis een schop ooit van iemand gekregen uit de 17e eeuw. Dat is gewoon een houten schop met aan het eind een smeedijzer blaadje. En dat gaf stevigheid aan die schop. En waarschijnlijk is het toen ook zo gegaan, of met houten schoppen. Maar het is echt een beestenwerk. En je vraagt je af waar die mensen allemaal vandaan kwamen. De bisschop van Bremen moest ze uit Holland halen, hè, die vijf mannen. Nou, die van u was eerder. Maar dat klopt natuurlijk. Kijk, die kapittelheren, die kapittels die hadden die rechten gekregen voor ontginning van de bisschop, dat waren vaak adellijke lieden. Die hadden dus geld van papa en mama meegekregen om in het kapittel te gaan zitten. Dus die konden wel mensen inhuren. En meneer Taken of meneer Gerven zal ook wel geld hebben gehad. Maar wie zette nou concreet die schop in de grond? Dat was die boer, of die lijfeigenaar, of die slaaf, of wat dan ook. Daar moet u dus aan denken. Want natuurlijk, de hoge heren die gingen dat ontginnen. De beemster is ook betaald. Hè, en dat zijn we alweer in de 17e eeuw. De ontginning daarvan is ook betaald door de regenten van Amsterdam, door de patriciërs. Die hadden geld om die molens te laten bouwen en die kanalen te laten graven. Maar de gewone man had dat niet. Ja, is goed. Ook voor de mensen thuis die dat anders niet kunnen horen, wat de vraag is. Maar Kees had een vraag. In de tweede helft van de 11e eeuw is de baksteenproductie opnieuw uitgevonden. En toen zijn er ook in het gebied, of toen zijn er ook met name ook in het gebied van de ontginningen, zijn er overal kastelen komen te staan. Ik heb u helemaal niets horen vertellen over een eventuele rol van de kasteelheren in dat gebied. Het
Het beroemdste voorbeeld van die kastelen is waarschijnlijk Langbroek. Dat staat vol met kastelen. Maar die zijn allemaal van na 1350. Want voor die tijd waren dat gewoon eenvoudige boeren die daar woonden. En langzamerhand kwamen de oude kapittelheren kwamen naar de Langbroek. En die gingen daar die woontorentjes bouwen, want dat was veilig voor ze. Dus die kastelen zijn van latere datum. En haar zuilens, dat zal van rond 1200 zijn. Het kasteel van Woerden, er heeft een kasteel gestaan in 1165. Dat bestaat niet meer, al lang niet meer, want dat kasteel wat er nu staat is van 1410. En bakstenen, ja, dat zal zo zijn. En de eerste kastelen, toen er nog geen baksteen was, zullen gewoon uit hout zijn opgetrokken. En die kastelenheren hadden geen rol daarin, behalve dan, kijk, wat je dus zag, langs de Oude Rijn zag je allemaal oude kastelen staan. Hè? We hoeven ze maar te noemen, Batenburg, de Haarzuilens, noem het allemaal op. Dat waren al van oudsher eigendommen van, ja, dorpsadel of wat dan ook, die zich daar hadden gevestigd en ja, door alle omstandigheden rijk waren geworden. Maar die hadden niet zo'n rol in die ontginningen. Dat waren toch echt andere mannen die dat deden. Ontvleuten als we het kastelenboeken pakken het kastelenboek over de provincie Utrecht, zijn er toch vrij veel kastelen rond Vleuten die al rond 1100 een kasteel waren. Ik geef toe dat in het oostelijk gedeelte van Utrecht dat die veel later zijn en dat het na de ontginningen is. In Vleuten is het ouder. Ik heb de vraag goed gehoord en daar heb ik ook meteen wel het antwoord op. Kijk, waarom stonden daar kastelen? Want Vleuten lag hoog. En die mannen hadden wat te verliezen, dus die gingen een kasteel bouwen om zich te beveiligen. Maar of ze een actieve rol hebben gevuld in de grote ontginning, dat is maar zeer de vraag. Want die grote ontginning in deze contreien werden uitbesteed aan de kapittels. En in de kapittels zaten natuurlijk heren en die waren misschien van adellijke afkomst en die waren misschien afkomstig van die kastelen, maar die kastelen zelf vervulden daar bijna geen rol in. Het waren echte kapitelheren of andere aangewezenen. Nou, de voorzitter van Oud-Montfoort. Ja, dus de vraag, geldt dat ook voor IJsselstein en Montfoort? Die kastelen waren ook van de 12e eeuw. Van Montfoort, dat is een verdedigingsburg van de bisschop. Die is in 1185 of zo gebouwd, daar wil ik even van af zijn. Maar die was puur bedoeld om de Hollanders tegen te houden. Net zo goed als het kasteel in Woerden was bedoeld om de Hollanders die over de Oude Rijn of via de Hollandse IJssel zouden binnenvaren tegen te houden. En van IJsselstein, dat heeft een andere oorsprong, maar dat weet ik niet precies. Maar dat heeft nooit, in die zin was het geen bisschoppelijk kasteel om de zaak tegen te houden. Dat was gewoon een heer van IJsselstein, denk ik. Ik weet het niet precies. Dat was van Amstels. Evert Oskam. En achterneef. Ja. Ja, ik heb even een vraag. De inklinking van de grond. Want is er bekend in welke gebieden dat eerst ontstaan is? Want ik weet in de buurt van de Betunepolder, in de buurt van Maarsen, daar staat een soort monumentje. En dat is echt onvoorstelbaar hoe die grond in de loop der eeuwen, ja, in elkaar gezakt is. Precieze data kan ik niet geven, maar ik kan u wel het verhaal vertellen hoe het ongeveer is gegaan. Toen eenmaal die gebieden waren ontgonnen, en dat wil zeggen ontwaterd, lag het veen droog. En droog veen gaat inklinken. Zodanig inklinken dat het water van de Hollandse IJssel of de Oude Rijn of wat dan ook, die gronden weer ging, die spoelde weer onder door dat water. Dus er moest iets gebeuren met dijkjes of wat dan ook. En daar was geen houden meer aan, want dat ging maar door die bodemdaling. Want malen is dalen en dalen is malen. De eerste windmolens in deze contrij zijn rond 1400 te situeren. En ik meen dat het in de buurt van Reewijk was. Maar dat weet ik niet helemaal precies. Dat heb ik wel in dat boekje ergens staan, geloof ik. Maar dat is dus ver na de grote ontginning. Maar na 2 eeuwen was dit land al niet meer bruikbaar als landbouwgrond.
toen het net ontgonnen was, werd daar dus gewoon tuinbouw bedreven en gerstbouw en wat iets meer zei. Maar die gronden werden zo drijfnat, daar groeide niks meer op. Er kon alleen nog maar gras op groeien. En vandaar dat we eigenlijk al vanaf 1400 hier gewoon overal het groene gras hebben, het groene hart dus. Dat heeft historische wortels. En later, ja, toen kwamen die windmolens en toen konden die polders wat beter bemalen worden. Maar iemand vroeg ook in de pauze hoe dat dan zat. Nou kijk, in de winter werd er niet gemalen. Want die gronden mochten dan wel nat blijven, want er werd toch geen koeien, ging de wei in. Pas in de zomer werd er weer gemalen om die wei dus weer droog te krijgen. En ja, zo hebben we, dat was dus bijna met recht doormodderen. Is dat een beetje een antwoord op uw vraag? Ja? Oké. Andere vragen? Ja, ik kan daar niet helemaal komen met deze microfoon, dus ik moet even hierheen komen. Mijn eerste vraag was, wat is een regaal? Dat is gewoon een woord, denk ik, maar daar wil ik dan graag de vertaling van. En mijn tweede vraag is van, degene die zich hier settelde op die hoge ruggen, dat was een van de allereerste plaatjes die u liet zien. Maar daarvoor had u gezegd, die hoge ruggen is zand en daar kun je niks mee. Waar leefden die mensen dan van die op die hoge ruggen zaten? Nou, eerst maar even het woord regaal. Als een koning wordt gekroond, krijgt hij de koninklijke regalia. Dat is de scepter en dat is de appel en de kroon. Daarmee wordt bevestigd dat hij de koning is. Het is dus afgeleid van rex, van koning. En een wildernisregaal wil niet anders zeggen dan een recht van de koning op wildernis, op de wildernis. En zo is er ook een regaal op de lek. Dat had ook een mooie naam, maar het woord regaal duidt dus op het koninklijk of het keizerlijk recht. Er mocht niemand anders aankomen, dus dat tol bij Vlaardingen, dat ging ver buiten het keizerlijk regaal. Dat had hij nooit mogen doen, die Dirk de Derde. Waar leven die mensen? Ja, oh ja, dat zand. Hoge gronden in deze contreien zijn meestal zand, gemengd met wat met klei en wat nog meer. Het was wel wat vruchtbaar, het was dus niet zo als in Drenthe, waar echt alles puur zand is, of de Veluwe. Het is, omdat hier voortdurend rivieren doorheen liepen, die zetten zandpakketten af en die zetten ook kleipakketten af. En dat mengsel zorgde ervoor dat kennelijk die gronden wat hoger kwamen te liggen. En daar kon je dus nog wel op boeren, maar het was, ik probeerde dat onderscheid te maken om het duidelijk te maken tegenover veen. En veen is gewoon sompig, dus niks, daar kan je niet op bouwen. En voor de mensen die daar nog meer van willen weten, er is een lezing gegeven door Jan Huiting, een van onze leden. Ik weet niet precies wanneer het was, maar ruim een jaar geleden volgens mij. En hij gaat helemaal in op, zeg maar, de landbouw hier op die stromerug in dat gebied. Dank, Frans. Ik vond het ontzettend interessant. Ik moet zeggen, ik weet er ook iets van, zeg maar ik heb ook soortgelijke lezingen gegeven, maar dit gaf ook alweer meer inzicht in de volgorde en de achtergronden en hoe de dingen weer in elkaar zaten. Dus ik wens je ontzettend dankbaar daarvoor en hiervoor een mooi bloemetje. En we hebben ook nog een leuk envelopje. Dank hier weer voor de aanwezigheid, dank ook voor de kijkers. Er is bij dit fantastische stadsbrouwerij Roodnoot, kom er vooral een keer langs, is er weer een lekker drankje bij de bar. Dankjewel en fijne avond nog. Ik sta hier niet voor niets, dat komt door Gerda. Gerda heeft mij uitgenodigd om hier het verhaal te komen houden. Ik heb het met plezier gedaan. En mocht u nog meer willen weten, kom gerust even langs. Heel goed, dankjewel.